Als ik zeg, Ries Marlijn is wereldberoemd in Woerden. Ja, dat komt door het zingen. Ja. Ik heb natuurlijk een paar keer opgetreden hier in Woerden. Maar het is wel weer menig jaar geleden. Maar het is wel zo dat... het zijn wel leuke herinneringen. Ook. Hoe is het begonnen? Toen ik een jaar of 16 was, toen ging ik liedjes schrijven. Eigenlijk gedichten. En dan kwam er vanzelf een ritme bij. En toen dacht ik, hé, dat heb ik nog nooit gehoord, dat liedje. Toen kwam ik erachter dat ik een liedjeschrijver was. En dat heb ik dus 999 keer gedaan. En ja, er zitten wel een paar goede nummers bij, hoor. Onder andere mijn nicht als Nichtenveg hebben het goed gedaan. En het whiskypaard doet het heel erg goed. Ja, er zijn een stuk of wat dat je zegt van, daar kun je wel mee doen. Maar ik heb er veel te weinig mee gedaan. Ik ben niet beroemd genoeg geworden. Ja, Sarah heeft een kater op haar schoot. Sarah heeft ook een standbeeld, die staat daar bij de deur. En iedereen die zwaait naar haar. Ze heeft een oude jurk aan en haar haar een vreemde kleur. Ja, Sarah wordt vandaag 50 jaar. Want vandaag wordt ze verwend. Omdat je... Ja, mijn vader was een echt artiest. Ja. Ja, met zijn mondharmonicaatje. Ja, die kon er wat van. En ik heb nou kleinkinderen en die beginnen ook al liedjes te maken. Ik bedoel, heel... Het is toch een soort genen wat je hebt. Ja, Sarah heeft een kater op haar schoot. De hele dag lopen de kinderen om haar heen. En Sarah is zo trots als een pauw. En Abraham, die ziet het dan meteen. En zingt speciaal... Hoe kwam je aan optredens? Ik ben in Amsterdam met talentenjachten begonnen. En die kon je vroeger uit de krant halen. De Telegraaf, die stond dan... Oh, dat mag niet zeggen. De krant, die stond vol met kleine stukjes van... Kom bij ons zingen, weet je wel, talentenjacht. Prijsje, 300 gulden. Ik denk, nou, dat is leuk. Dan komen we benzine er wel weer uit. Nou, en dan was het leuk. En hele mooie optredens hebben we gehad. Ook op de Wallen in Amsterdam. En dan regende het. En dan werd mijn gitaar, die werd zo nat. Deed ik hem in een vuilniszak. Nou, die mensen die lagen helemaal in de stuip van het lachen, joh. Dat een gitaar uit de vuilniszak. Maar dat waren allemaal gitaar van 5 gulden, joh. Die, van die oude gitaar. Het was niet die gitaar die jullie kennen. Het was niet bij Van Vliet vandaan, hoor. Het was echt, moet je dat oude ding hebben? Hier heb je hem. Zo ging dat. Ik had gewoon gratis, gratis gitaren. De een zei tegen de ander, kom bij mij, kom hierheen. En dan had ik het zo gepland, nou, ik heb zaterdagavond toch niks, kom wel, hoor. En dan ging ik er weer heen. En gegeven moment kwam ik dan vrienden tegen, die ook op bruiloft optraden. En dan ging ik... te plaatsen liedjes maken over de bruidspaar. En dat was wel heel erg leuk, hoor. Want daar heb ik hele goede reacties op. Want ik was toen een soort sneldichter. Toen. Nou, niet meer zo erg, hoor. Als ik nou wat maak, dan is het toch... moet echt wel... over nagedacht worden. Nu. Met wie speelde je dan? Meestal alleen, hoor. Meestal met banden. Meestal had ik de banden. Die waren... En ik zag er ook wat zingen, weet je wel. En die banden waren dan gemaakt door Jan Lamy. Dat is degene waar ik altijd mee bruiloften mee optrad. Leuk, hoor. Nou. We hebben ook in Arsenal wel eens gespeeld, een paar keer. Ja, want daar was die bekend natuurlijk, hè. In studio's namen we die liedjes op die van mezelf waren. Want met Jan zongen we country. Dan zongen we Willie Nelson en Johnny Cash en alle country mensen op bruiloften. En af en toe, dan deed ik dan wel eens een keertje van... bij ons staat op de keukendeur met een bruiloft aan, weet je. Maar eigenlijk hou ik meer van eigen liedjes. Ik ben een eigenwijze rozer. Die altijd eigen nummers deed. Je eigen nummer, je eigen stijl, je eigen compositie. Sarah, goed zo. Ja, dat was een heel vrolijk liedje. En daar gaat de hele zaal mee. Dat is wel leuk. Sarah heeft een kater op haar schoot. Ja, dat is leuk. Waar heb ik die opgenomen? Ik denk Daniel Manaputo, denk ik. Ambitie zat. Studiowerk. Vooral studiowerk. Hij zegt van optreden. Eerlijk zijn, het is gewoon crisis. En weinig bruiloften. Er wordt wel getrouwd. Maar je maakt bruiloften mee waar echt geen band meer bij je is. Dat is gewoon zo. Band is veel te duur.
Al kom je gratis, wil je hier geen eens hebben. Ze draaien liever plaatjes. Eens ga ik de woorden cd maken. En dan over alleen woorden. Woorden zijn nummers. De groet uit woorden staat erop. En de Verkempen Boulevard. Hè? Dat is leuk. Ja, die moet je eigenlijk allemaal eerst. Maar ja, als die uitkomt, dan horen mensen het wel. En er staan dan verschijnen. En dan met Trappiesbrug, hè? Liedje over de Trappiesbrug. Ja, dat hadden ze nooit moeten slopen, dat ding. Ja. Dus Ries Marlijn is wereldberoemd in woorden. Ja, door de muziek. Dat soort dingen wel, ja. Het is een moeilijke vraag, omdat je natuurlijk zo eigenwijs wordt, hè? Van jongen, ben ik wel echt zo wereldberoemd in woorden. Maar veel mensen die kennen je gewoon. Het is, en ik ken hem. Ja, wat moet je er meer van zeggen? Niet eigenwijs worden.